Een hele goeie morgen. Welkom bij een nieuwe vlog. Dit is vlog 168 alweer. Sorry. Ik zal mijn ochtendroutine opnemen. Nou, dat is wat ik wel dus opstaan, aankleden wat ik wel laat zien. En ik laat mijn outfit of the day altijd laten zien. Dat kan ik vanmiddag nog doen, want ik heb nu werkkleding aan dit. Maar ik zal jullie wel even laten zien wat ik heb gedaan aan mijn ochtendroutine. En ik ga nog eten, dus daarmee neem ik jullie ook mee. Wat ik heb gedaan is, altijd eerst mijn ogen schoonmaken. Dan doe ik mascara erop. En ik heb mijn wenkbrauwen gekamd met deze product. Ik hoop dat jullie dat een beetje kunnen zien. Oh, ik heb hem op de kop zelfs. Dus die is zoals voor wenkbrauwen en voor als wimpers. En hier heb ik een beetje opzetje. Dit had ik met Koningsdag op. Nou, dit is mijn beetje mijn ochtendroutine. Van make-upjes, haar doen. Altijd eerst make-up, wenkbrauwen en dan het haar. En dan pas de rest van mijn gezicht. Ik heb wel niks op mijn lippen, want ik ga eerst eten, tandenpoetsen, dan doe ik wat op mijn lippen. Zo kan ik de dag weer doorbrengen en ik doe geen oorbelletjes in het werk. Dus nou, ik neem jullie mee. Ik hoop toch dat jullie nu iets aan weten van mijn ochtendroutine. En straks ga ik nog tanden poetsen. En ja, dat is een beetje onsmakelijk om te laten zien, vind ik. Dat vind ik niks voor in een vlog. Nou, tot zo. Een van mijn ochtendroutine is Max lekker geven. Hé Max? Kom, gaan we een bakje pakken. Dan gaan we daar wat lekkers in doen. Het ziet er gek uit, want ik heb het bakje net volgespoeld. Dus let niet op die bubbeltjes. Het komt gewoon puur omdat ik het bakje heb omgespoeld. Dan krijg ik het altijd eerst zo. Dit is een heel klein beetje melk gemengd met water. En daar is mijn meneertje heel gek op. Kijk, hij gaat zo weer zitten hoor. Dit is ook een van mijn ochtendroutines. Ga maar zitten. Zitten Max. Goed zo. En dan krijgt hij een beetje melk. Eitje erover. En dan ben ik zelf aan de beurt. Jongens! Jongens! Hey! Hihi! Dag knapperd! Ondertussen ben ik weer thuis. Max is weer in de building. Ik geef mijn ogen laten druppelen. En ook die foto met handtekening. Ja, ik moet wel jullie adres dan hebben. Want anders kan ik ze natuurlijk niet opsturen. Het is gratis voor jullie. Ik moet ze dan nog gaan laten bestellen. Maar ja, ik moet wel genoeg reacties hebben. En voor degene die Instagram hebben, die kunnen via Instagram mij volgen. En dan via privé hun adres doorsturen. Want dan blijft het privé, want anders komt er iedereen achter. Dan kan ik het naar jullie opsturen. Maar ik hoor van jullie hieronder in de reacties. En er zijn er een aantal die het graag willen. Ik waardeer het allemaal enorm. Dan ga ik zo even eten. En dan tot later. Dikke shout-out naar Johnny de Mol. Vanavond doder en denk ik op tv. Ja, ik weet dat het voor de Tweede Wereldoorlog is. En ik vind het ook echt allemaal kloten voor die mensen van toen. Dus ver voor mijn tijd natuurlijk. Alleen ik herdenk mijn tweeling, mijn overleden tweeling. Want dat staat bij mij op nummer 1 om daaraan te herdenken. En wat jullie vaak wel eens hebben gezien, staat daar in de vlog. Ik kom wel eens vaker voor in de vlog. Ja, dan ga ik nu even Hotel Syndroom verder kijken. En zie ik jullie later weer. Hotel Syndroom is ondertussen afgelopen en ik zat alweer Utopia terug te kijken. Ik volg nu een nieuwe vlogger op YouTube. Het is, zij kwam voor in Hotel Syndroom. Het woord zegt het al. Ze heeft syndroom van Down. En ze heeft Enzo Knoog een paar maanden geleden ontmoet. En ik volg haar nu. En haar YouTube kanaal heet Yo Power. Je herkent het wel aan haar profielfoto, want het is iemand met Down syndroom. Nou, ik zal haar ondersteunen, dus bij deze shout-out naar jou, meid. Je doet het goed op jouw manier. En straks maar even huishouden doen en een kopje koffie halen. Zoals jullie weten,
heb ik een gezonde tweeling, maar ook een overleden tweeling. Zitten daar in de urn. Vanavond is het dodenherdenking. Het heeft normaal gesproken te maken met de Tweede Wereldoorlog, maar ik herdenk mijn tweeling. Dus dan weten jullie dat ook bij deze, dus vandaar de titel, mijn tweeling herdenken. En ik ga hier nog even een leuke shot opnemen van de tweeling. Stan is 25 november 2012 geboren. Pepijn is 28 november 2012. Ik ben in vier dagen tijd bevallen. Die heeft mijn ex gemaakt. En wat vonden jullie van de video? Ik heb een beetje mijn ochtendroutine gedaan. Alleen ik ben vergeten te filmen, vast te leggen hoe ik mijn mascara opdoe. Maar ik heb het al eens een keer in een oudere video vlog gedaan. Maar ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dit is een beetje mijn ochtendroutine. Ik heb de urn gefilmd. Ik heb een paar dingetjes gefilmd. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Nou, soms zit er gewoon wat mindere vlogs tussen. Maar ik ga ook zeker live op Instagram. Vanavond even kijken om... half zeven. Dat start om 18:30. En daarna vanavond na 9:00 weer. Tussen 9 en 11:00 s'avonds ook nog. Maar dat laat ik jullie nog weten. Ja, ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Vanaf volgende week heb ik geen tv meer en geen tv-kast. Heeft allemaal met de echtscheiding te maken. Maar wat Basie altijd zegt, altijd blijven lachen. Mijn geluk komt wel en ik heb jullie, want jullie vinden mijn vlogs leuk. En ik ga allemaal leuke dingen ondernemen. En oh ja, ik kan een oude koelkast tv met zo'n kont erachter lenen. Beter wat dan niks. Maar ja, we proosten erop. Op geluk op het leven. Ik ga even suikerwafel eten, want ik heb al wafel gegeten weer. Dus let's go. En ja, ik wil jullie gelijk bedanken voor het kijken naar een nieuwe vlog. Vergeet allemaal niet om een roze duimpje omhoog te doen. Mijn kanaal te abonneren hieronder. Het is gratis. En als je wil, dat belletje aan te klikken en mijn video's te liken. En of hieronder reacties te plaatsen. En dan zeg ik zoals altijd, dikke, vette, diva power. Peace. Dikke doeg!